Yes, lieve mensen. Hallo. Wij zijn hoofdredacteur GTST Magazine 2019. Oh, je gaat meteen. Oh. Je komt meteen met. Oké, opnieuw. Doeg. Wat kom ik dan? Wat is toch. Nee, gewoon. Hallo allemaal. Dit jaar, deze zomer, keert het GTST Magazine terug. En wie zijn dit jaar de hoofdredacteuren? Oh, gaat het? Ja, mijn rug. Hoi allemaal. Dit jaar keert het GTST Magazine weer terug. En dit jaar zijn wij de hoofdredacteuren. Woe! Woe, 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 woe. Superleuk. Wat kunnen jullie verwachten? Allemaal leuke dingen. Nou, wij gaan jullie meenemen de komende weken. Wij gaan jullie... Meenemen. Ook niet echt oké, hoor. Nee, dat is niet. Wij gaan... Oh, waar is het plukje? Wij gaan jullie meenemen... De komende weken. Rondom. Nee, dat komt er niet uit. De komende weken gaan wij. De komende weken gaan wij jullie op de hoogte houden van alles wat er gebeurt rondom het magazine. Precies, reportages, fotoshoots, covershoots. Er valt van alles hier, maakt niet uit. Sneak previews, wij nemen jullie mee. En laten jullie zien hoe het er aan toe gaat. Precies. En als jij nu al een GTST magazine wil bestellen, dat kan. Dat kan. En dat is heel makkelijk. Je gaat naar www.gtst.nl en je kunt het magazine bestellen vanaf nu eigenlijk. Precies, gewoon. Dus wil je een magazine, dat is heel makkelijk. Ga naar www.gtst.nl en daar kan je het bestellen. Wat lijkt je het moeilijkst? Het moeilijkst? Wat mij het moeilijkst lijkt... Ja, ja eigenlijk... Samenwerken met mij. Dacht ik zeg het niet. Mag je gewoon zeggen? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb niet... Nee, ik laat het op me afkomen. Ik denk vooral de planning. Want kijk, ik ken mezelf en ik ken jou. En we hebben om elkaar al zeg maar in te plannen is al een big deal. Maar laat staan 22 acteurs. Maar of dat mij het moeilijkst lijkt, ja. Maar of dat mijn taak is binnen dit, nee. Dus ik ben wel tevreden met mijn taak. Het was natuurlijk een uitdaging om alle reportages rond te krijgen en iets te vinden wat iedereen leuk vindt. Waarom zo close? Waarom zou je dat doen? Ik weet niet, ik vind het leuk. Oh, hallo. Maar dat is die uitdaging. Ik wil dit niet. Je neemt me ook niet serieus. Ik ben niet aan het vertellen. Sorry, je maakt het grappig. Die uitdaging hebben we al getackled, want we hebben voor iedereen iets gevonden dat aansluit bij de persoon zelf. En waar ze zin in hebben en wat ze leuk vinden. Dus we zijn best wel goed bezig en het belooft een heel mooi blad te worden. Ik vind het echt super vet wat we tot nu toe allemaal bedacht hebben en wat er allemaal gaat komen. En ik denk dat de verschillen het heel interessant maken. Laten we het daarop houden. Nee, maar dat is toch zo? Het ik is denk aanvullen dat we... en bijschaffen. Dat is toch onze kracht ja, als duo. Precies. Dat we gewoon soms allebei een andere invalshoek hebben. Ja. En dat dat hele interessante dingen oplevert. Ja, dus gewoon heel veel plezier. En ja, kom mee. Koop en, wij nemen jullie mee. Dus no worries. Komt goed. In een reeks van vlogs. Die je dus kunt bekijken op de social kanalen van GTST. GTST. Ik zeg altijd GTST. Goede tijden, slechte tijden. Ja, maar jij zegt GTST. GTST? Ja, dat is wel goed. Tenminste, wat is goed. Nou ja, GTST. Tomato's. Ja, ik vind het gewoon grappig. Het is opmerken, is ook geen verwijt. Gelijk zo boos. Nou, jongens. GTST. Wat vinden jullie van Alkans baard? Nou, koop het magazine. Jezus, inmiddels en, hebben ze er al vier. Heel veel plezier met het kijken van de vlogs de komende tijd. Doeg! Ik dacht ik geef even de ruimte, want omdat ik steeds door je heen praat. Ja, maar ik kan me niet uitdrukken in alleen maar woorden. Ik zing liever een lied. Nee, even nog een rondje foto. Hij moet alleen maar foto's. Sorry, ja. Hoe? Hij is aan het bellen met een banaan. Yes, lieve mensen, we zijn nu bezig met Jette van der Meij. Ze staat hier op de achtergrond.